Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je even kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een kappershopblog voor je. Ik had zoiets van, het wordt wel eens tijd om wat meer te gaan investeren in mijn haar. En gewoon te zorgen dat ik wat andere producten ga gebruiken. Nou ben ik er wel heilig van overtuigd dat sommige drogisterijproducten even goed zijn als dure producten. Maar van sommige van deze producten hoorde ik toch wel hele goede verhalen. En had ik zoiets van, nou die wil ik dan toch wel een keer proberen. Mijn haar is heel droog, heel touwachtig. Wat ik ook gebruik eigenlijk. Ik stijl niet, ik föhn niet. Ik ben een beetje me aan het verdiepen in die curly hair methode. Zodat het ook wat minder gaat pluizen. En ja, weet je, ik probeer gewoon wat andere dingen met mijn haar te doen. En ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon eens wat dingen reviews opzoeken en gewoon eens kijken of ik wat producten kan vinden die ook goed aansluiten bij mijn haar. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon gauw beginnen. Het is niet al te veel, maar ik vond het wel leuk genoeg om eventjes te laten zien. Het eerste wat ik kocht zijn eigenlijk twee dingen. Dit zijn haarverfjes. Een tulip kleur, dat is een beetje een roodpaarse kleur en een echt puur paarse kleur. Ik heb deze met elkaar gemengd. Het is heel fijn, maar het nadeel is alles zit onder. Alles, alles, alles. Dit geeft zo gigantisch af. Kijk, natuurlijk moet je je haarverf aanbrengen met een met handschoenen aan, tuurlijk. Maar als je dan vervolgens die handschoenen uitdoet en je stapt onder de douche en je gaat het uitspoelen en het zit dan nog helemaal in je nagels, puur al van het verdunde. Ik had echt zoiets van wow. En alles zat onder. Alles gaf af, weet je. Natuurlijk geeft het af, logisch. Maar het is echt niet dat ik nou zo onvoorzichtig te werk ben gegaan of anders te werk ben gegaan dan wanneer ik mijn haar normaal verf of zo. En je krijgt het er ook gewoon niet meer van af of niet meer uit. Er zit gewoon nog steeds een vlek op mijn wastafel die ik gewoon niet wegkrijg. Nou heb ik iets in Duitsland gekocht waarvan ik hoop dat dat helpt, dat dat het vlek eruit haalt. Maar ja, ik weet. En de kleur is er ook vrij snel uit. Want wanneer heb ik dit? Ik heb daarna weer een keer met kruidvat haarverf mijn haar geverfd, maar Het blijft niet heel lang zitten of zo. Het is niet heel lang houdbaar, de kleur. Maar goed, ik ga ze wel verder gebruiken en verder opmaken. En kijken wat ik er verder nog van vind. En misschien dat ik er ooit wel toch wel in plaats van een haatliefde alleen een liefdeverhouding mee krijg. Nog iets, want ik ben weer helemaal geobsedeerd tot het paarse haarverf. En dan weet ik ook dat ik dat plotseling weer zat ben. Maar toen had ik nog wel die periode. Dit is een crème. Kleurcreme wat je door je haarmasker kunt doen en dan moet je haar weer wat, de haarkleur weer wat opleven. Nou, ik heb voor paars gekozen, ik zei al, ik ben in het paarse thema. En ik had zoiets van, nou, we gaan eens kijken of dit wat is. Dit kun je dus door een masker doen en dan krijg je haar weer een oppepper qua kleur. Ik was heel erg benieuwd hierna en misschien dat ik er ook nog wel iets over vertel in een favoriete video of een random 10 random Team Random Review video. Moet het even bekijken. Hadden ze op die website ook kleintjes van BioSilic. En ik ben BioSilic fan. Althans van het serum, maar ook van de shampoo en de conditioner. Die heb ik nog ergens staan. Ik geloof bij mijn ouders een shampoo en een conditioner van BioSilic. Maar ik kocht drie kleintjes die ik ook nog niet ken. Dit is de Maracuja Oil Hydrating Therapy. Gewoon een schattig flesje. Kun je ook gewoon meenemen in je toilettas mocht je willen. De Organic Coconut Oil met dat serum dan erin gemengd. Nou, dat lijkt mij een ideale combinatie. Er hangt me iets van bij dat ik deze ook al een keer eerder heb gehad. En dat ik hem toen wel heel erg fijn vond. En dan nog een kleine conditioner. Oh nee, leave-in treatment. Voor gekleurd haar ook. Dus ik had zoiets van, nou, die ga ik gewoon proberen. En die waren ook, ja, €1,50 of zo per. Nou ja, alle prijzen zet ik even onderin. Dan kocht ik een haarspray. Een shine en anti-frizz spray. Nou, hey, ik heb altijd pluis. En mijn haar kan ook best wel wat glans gebruiken. Dus ik had zoiets van, nou, deze ga ik eens proberen. Smooth Sexy Hair. Dat is Sexy Hair, dat is het merk. En daar stonden wel hele positieve reviews van op die website. Dus ik had zoiets van, nou, ik ga hem eens een kans geven. Hij was niet goedkoop. Hij was €11 of zo. Nou ja, ik vind dat voor een haarproduct vrij duur. Maar dat komt ook omdat ik nooit Moroccan oil of dat soort. Ja, BioSilic heb ik dan, maar dat heb ik in Amerika gekocht. Ik ben nooit hele hoge haarspulprijzen gewend, zeg maar. Dus dan vind ik dat duur. En mijn anti-frizz spray of anti-klit spray komt altijd van de kruidvat van Glisgur of zo, weet je. Dus voor mij is dat aardig duur. Maar ik ben er heel erg benieuwd naar. En ik ga hem denk ik ook al vanavond lekker proberen als ik mijn haar heb gewassen.
kocht ik een hele lijn van Schwarzkopf. Die waren in een setje in de aanbieding voor gekleurd haar. Treatment for Colored Hair. BC van Schwarzkopf, dat heb ik ook wel eens bij de kapper gehad. Vond ik toen heel erg prettig. En dit is het haarmasker. De ingrediënten zagen er ook op zich wel goed van uit, hoor. Ik kocht daar, dat snap ik nooit dat merken dat doen. Waarom maken merken hun conditioner kleiner dan een shampoo? Ik gebruik meer conditioner dan shampoo. Nou weet ik dat de meeste mensen conditioner alleen in hun puntjes doen. Dus dat zal dan denk ik de reden zijn. Maar maak het gewoon even groot op zijn minst. Maar dit is 200 ml en dit is 250 ml. Ik vind dat het verschil eigenlijk groter lijkt dan dat het is in eerste instantie. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe dit uit gaat pakken op mijn haar en wat het ermee gaat doen. Ik heb nog wel even een andere shampoo staan die ik eigenlijk eerst op wil maken voor ik hier aan ga beginnen. Dus ik moet even kijken. En dan als laatste heb ik ook deze anti-klitspray. Dat was een setje. Ik geloof dat... Oeh! Oh, daar kwam al belabberd uit. Dat dit setje samen iets van... Nou ja, wat ik al zei, prijzen zetten kon erin. En dit is dus een spray conditioner voor gekleurd haar. Nou ja, ik vreet spray conditioners. Die vreet ik echt op. Ik gebruik dat iedere dag om mijn haar een beetje doorkambaar te maken. En een beetje mogelijk te maken dat ik er iets mee kan. Laat ik het zo zeggen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat deze gaat doen. Waar ben ik nou het meest benieuwd naar? Eigenlijk denk ik wel die cream om zeg maar je haren, de haarkleur weer wat meer terug te brengen. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar die. Maar ook heel erg benieuwd naar die hele lijn. Dus eigenlijk is het een beetje lastig te bepalen zeg maar wat ik nou het fijnste vind. Of wat ik nou het liefste als eerst wil gaan proberen. Dit was in ieder geval een korte video. Maar ik hoop dat je het desondanks heel erg leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. Laat ook eens even iets weten of jij ervaring hebt met deze producten. Of dat jij andere producten hebt geprobeerd waarvan jij denkt, nou die zijn echt de bom voor jouw haar. Laat het me even weten. Ik ben heel erg dankbaar dat je naar deze video hebt gekeken. En heel graag tot de volgende keer. Doei!